Xavier. Ik ook, ja. Ik ook. Ja, ja. En? Vogeltje al laten vliegen? Nee, Beken en ik hebben de foto's bekeken van haar laatste playbackshow. Ah ja, maar mag die ook eens zien? Ah, wel, dat is een goed gedacht. Zeg jij eens welke foto het schoonst is om er een affiche van te maken. Oeh, 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 oeh. Oeh, 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 oeh. Zie dat uw ogen niet uit uw kop vallen, hè? Madonna. Nee, Beke. Ja, maar schoon, hè. Heel schoon, juist Madonna. Ja, kom, het is al goed, het is al goed. In elkaar eens, hoe zal ik het zeggen? Ja, zegt u het maar. Ik wacht. Ik wacht al heel lang. Is geweest hoe lang ik al wacht? U weet waarschijnlijk waarop ik wacht. Als je een gevoelige natuur bent. Oh ja, ik wacht ook al. Alles later maar, hè. Maar, kunnen wij misschien elkaar zo eens ontmoeten, zo, van persoon tot persoon? Ho, vraagt je nu al een rendezvous? Oh, je overvalt mij. Ik ben zo rap pijn gedaan. Uitspoken? Test een telefoon, test. Maak dat een ander wijze. Ben ik juist mee bezig, mijn poezewoefke. De verbinding is verbroken. Ze is weg. Ze zal wel terugbellen, zeker? Denk je? Nou ja, als ze het echt goed met u meent, dan wel, ja. Oh, ze had zo'n mooie stem, zo vol emotie, hè. Oh, my Dimitri, je hebt het precies al goed te pakken. Denk je dat ik ze zou kunnen pakken? Oh, als dat mogelijk zou zijn, hè. Ik had zo graag het gezicht van DDT gezien. Ja, zeg, mijn Doortje heeft je gezicht gezien. Ja. Hé, Doortje? Ja, het was nogal de moeite. Hij is helemaal over zijn toeren. Oh. En waarom moet ik nu... Meneer? Mevrouw, zijt gij het? Ja, ik ben het. Zij is het. Ik ben het ook. Dimitri. Ja, ik heb over alles nog eens nagedacht, meneer Mitriti. Dimitri. Het is Dimitri, hè? Zeg, heb je het toch niet bedacht? Nee. Wat dacht u van een... aftastend gesprek. Aftasten? Langs een telefoon? Nee, een tijd-à-tijdje. Met een glaasje wijn in een intiem. En die... Ja, kunt je niks vinden, Dimitri? Er is keus genoeg, maar het moet... Het moet goed zijn, hè? Bijvoorbeeld de kampioen. Pardon? Dat is een caféke, hè? Dat is een caféke dat maandagavond heel intiem is. Wacht, ik zie mijn boekje dan. Maandagavond is oké. Zal ik u dat komen afhalen met mijn voiture? U laat ons zeggen aan het station om 8:00. En u draagt 3 rode rood. Als ik van u was, hè, ik ging niet. Allee, Doortje, wat zegt gij nu? Ja, ze is veel te opdringerig. Nee, Doortje, ze is heel bescheiden. Maar heel discreet. Je moet toch voorzichtig zijn in dat soort zaken. Maar Doortje, je moet de kansen pakken die je krijgt, hè. Maar toch niet met de eerste, de beste vrouw die belt. Ze liggen niet voor trapen, hè. De kansen. Enfin, je moet het zelf weten, hè? Maar ik heb u gewaarschuwd. Xavier. Ik moet op mijn letters of wat verder. Heb jij geen dorst na zo'n zwaar training, Pico? Xavier is iets gaan halen. Dus jij hebt geen dorst. Mag ik misschien weten waarover de dame? Ziet je dat? Wat? Doortje staat bij Boma. Denk je dat Doortje hem... Ik ben er zeker van dat hij meer weet wat er hier maandagavond gaat gebeuren, hè. Denk jij dat Doortje hem Boma... Pascal, ik weet niet wat ik daarvan moet denken, hè. Momentje. Dus alles is dik in orde, hè. Ja, alles verloopt volgens plan. Hoe is het met de... Onder invloed van een vrouw, dat is al even erg. Ja, ik heb het wel zitten, hè. Dus ik denk dat ze mij schoon zal vinden. Je hebt toch een bad genomen? Ja, maar met mijn fysiek. Heel schoon. Maar zeg, nu gaat je het alleen moeten doen, want ik moet weg. Zeg, alles is toch geregeld, hè? Ja. Oscar en Pascal, die zijn toch weg, hè? Ja, zeg maar gerust. Zorg jij maar dat je om 8:00 daar bent. Hè? Tot straks, hè. Straks staat een bal hier voor de deur. Ik zou toch wel eens willen weten met wie dat je hier vanavond alleen wilt zijn. Allee, zijn we weg?
Ja, ik moet mij nog een beetje schminken en dan ben ik klaar. Pascal, ik begin niet, hè. Je bent toch al geschminkt? Dat is nog van deze morgen. Jij schminkt je ogen nog eens dicht, jij. Doe jij dat maar dicht, jij. Zet jij mij naar? Ja. Uw rendezvous. Kunnen we misschien voor eerst iets drinken? Hè? Ja, daar kunnen we mee beginnen. Ja. Hè? Oh ja, ik zal er. Alsjeblieft. Surprise! Surprise! Ons mama. Maar ik dacht toch helemaal aan tante Pietje? Zeg, wat is dat hier allemaal? Hey, met onze grapje, pa, dat mag toch, hè? Dag, Sjoe. Wat moet ik met de rekening? Ah, betalen? Je bent toch de organisateur? Nee, betalen, dat is voor Boma, hè. Allee, hè. Hey, zeg, dat betaal ik ook niet, hè. Oh ja, voorzitter, jij hebt dat niet besteld. Ja, op aanvraag van Doodse daar, mevrouw, kom. Daar heb ik niks mee te maken. Ah, oh, ja, maar de besteller betaalt. Allee, ja. Zeg, voorzitter, en hier is de rekening van de huur van het café. Ah, dat vond Xavier. Ja, jongens, kom, hè, zeg. Is er hier een technicus? Een dynamische technicus? Graag. Ik ben de Dimitri, van de advertenties. Ah, hoe? Ik heb u nodig, Dimitri. Ja? Ik heb een platte band. Kunt u dat misschien even herstellen?